gebracht. Wil moet zich naar de emballageafdeling begeven, alsjeblieft. Welmoed, emballageafdeling, alsjeblieft. Letitia, wil jij je melden bij de kaasafdeling? Welmoed. Letitia, Welmoed. Letitia, wil jij je melden bij de kaasafdeling? Wow. Zie je mijn worst snijden? Ja. Ik zat alleen maar te vreten, toch? Dit is het Wie is de Mol Journaal met Wie is de Mol Pro. Yo mensen, de finale aflevering is alweer voorbij. Wat gaat het seizoen toch snel. Ik zal in deze video even de verdachte acties uit deze aflevering nummer 9 bespreken. En dan zullen de komende week nog 3 extra video's komen naar elke finalist los. Met hun eigen molacties. De titel van de aflevering was Bedriegen met de letters D-R-I-E dik gedrukt. Wat kunnen we hier aan linken? We zouden hier Fresia aan kunnen linken die 3 keer het alarm in de eerste opdracht af laat gaan. Kut, hij is afgegaan. Laat ook vooral je eigen bedenkingen en hints naar deze afleveringstitel achter in de reacties. Goed, opdracht 1. Alarmend. Natuurlijk was het heel verdacht dat Fresia geen geld binnenbracht. En dat kan zeker een reden zijn waarom zij de mol zou zijn. Maar wat voor rare bedragen haalt Everon juist in de pot? Hij komt met een bedrag aan van €130, terwijl er toch geen briefjes van 30 bestaan. Tuurlijk, er kan een briefje van 100 en 3 van €10 liggen. Maar dat zou een heel raar bedrag zijn als je daarmee wilt gaan rekenen. Dan zou er eerder €150 moeten liggen in plaats van €130. Het zou dus kunnen zijn dat hij dat heeft achtergehouden. €130 jongens. Goed, voor de rest was er bij deze opdracht niet heel veel te vertellen. Fresia ging af, Kim had geld. Dat vond ik knap dat zij ineens geld had. Dus Kim die streep ik eigenlijk ook wel af als mol. Ze zou het nog wel kunnen zijn, maar minder dan een Everon of een Fresia. Opdracht 2 was afrekenen, even boodschappen doen en er zijn een heleboel boodschappen die ze moeten verzamelen. Er zijn ook hele enge vakkenvullers die op jacht zijn naar de kandidaten. Het was een hele leuke, humorvolle opdracht. Wat was er verdacht? Als allereerste moesten de producten worden afgerekend bij kassa 6. En de 6e letter in het alfabet is de F van Fresia. Een vergezochte hint, maar het zou een leuke zijn als ze die zouden gebruiken. Op deze speciale Wie is de Mol shopavond kunt u alleen afrekenen bij kassa 6. Ook werd er op een gegeven moment nog het volgende omgeroepen. De mol is een zakkenroller. En welke kandidaat van de 3 heeft nou nog steeds €125 achtergehouden? Dat was Kim. Die heeft nog steeds die €125 die ze bij de opdracht met dat op de kop hangen heeft achtergehouden samen met Hila. En die heeft ze dus nog steeds niet in de pot gedaan. En dat is heel verdacht. Dan nog een opvallend moment in deze opdracht. Toen Fresia namelijk boodschappen ging doen, ging ze als eerste naar een masker. En dat masker gooide ze toen in haar winkelwagentje, reed ze mee weg en aan het einde van de opdracht deed ze die nog voor haar ogen. Als we even terugdenken aan aflevering 1, dan zat de mol dus achter het masker. Zit Fresia hier achter het masker? Tot slot heeft Kim nog keukenpapier toegevoegd in plaats van wc-toiletpapier. Ik bedoel wc-papier. Dit zijn geen wc-rollen. Ik ga nu door. Dit zijn 8 rollen en het is super hoog. Dit is keukenpapier. Nou ja. Dat had ik niet gezien. En dan is ook nog het opvallend dat Everon als enige iets heeft verdiend in deze opdracht. Dit seizoen is zo lastig, ik kan niet meer kiezen tussen Fresia en Everon als potentiële mollen. Het is heel lastig. Dan nog opdracht 3, binnenskamers. Fresia wilde bij de camerabeelden de buitenlandse agent linken aan de koerieragent. Wat uiteindelijk dus ook niet klopte, maar gelukkig zorgde Kim hiervoor dat dit niet fout ging. Dan nog een opvallend moment van Fresia. We horen Everon namelijk zeggen dat zij een foto laat vallen als ze alle foto's besluiten mee te nemen. Dit kan een mislukte molactie zijn van Fresia. Nou, dan de verdenkingen nog van de finale test. Kim-Lian zit op Everon. Everon zit op Kim-Lian. En Fresia zit ook op Everon. Het lijkt dus nu heel erg alsof Everon de mol is. Als Everon de mol is, dan denk ik dat Fresia de winnaar is. En dat voorspelt dan ook meteen waarom Fresia nog steeds in het spel zit. Omdat zij al heel vroeg in het seizoen op Everon zat tijdens de testen. Maar ja, als Kim dan uiteindelijk de mol blijkt, dan heeft Everon het juist heel goed gedaan. Nou, ik hoop dat je weer wat kan maken van deze video. Ik zal komende week nog 3 extra losse video's uploaden. Waarin ik alle molacties van aflevering 1 tot aflevering 9 per finalist behandel. Zodat je nog makkelijker een goede keuze kunt maken tussen wie nou de mol is. Voor nu, abonneer voor meer. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Laters. Wil wel moed zich naar de emballageafdeling begeven alsjeblieft.